naam is Eugène de Jong en ik ben sportschoolhouder in Asten. Mijn vraag is, welke informatie kunnen derden uit het handelsregister halen? Moviebody bestaat al bijna 20 jaar. Ik ben zelf eigenaar sinds 2010. Er zijn vier hoofdactiviteiten hier te onderscheiden. Dat zijn groepslessen, individueel sporten, oftewel fitness, zwemmen, recreatief en in lesverband, en fysiotherapie. Ik werd gebeld door een bedrijf dat ik helemaal niet kende. Die vertelde tegen mij dat er nog een nota open stond in 2012. Ik wist van het bestaan van die nota niks af, dus ik heb gevraagd of daar een overeenkomst aan ten grondslag lag. En toen ik de bewijzen in handen kreeg, kreeg ik inderdaad een document waar mijn handtekening onder stond, terwijl ik die handtekening nooit heb gezet. Dus de eerste vraag die bij mij rees was, hoe komen mensen uit Emmen, want daar komt het bedrijf vandaan, aan mijn handtekening? Omdat de Kamer van Koophandel een landelijk opererende organisatie is, vroeg ik me af, is het mogelijk dat die handtekening van de Kamer van Koophandel afkomstig is? Vandaar de vraag aan de Kamer. Ik begrijp dat je vraag is wat andere mensen bij de Kamer van Koophandel op kunnen vragen. In jouw geval, omdat je een BV hebt, is dat aan de ene kant een uitrechtsel, maar daarnaast ook statuten van de BV en ook eventueel een jaarrekening van de BV. En er kunnen ook publicaties opgevraagd worden door andere personen. Een bedrijf heeft mij een overeenkomst gestuurd die ik ondertekend zou hebben met mijn handtekening eronder. Het is dus niet mogelijk dat deze handtekening via de Kamer van Koophandel opgevraagd is. Nee, op het moment dat iemand onze publicatie uit het handelsregister wil hebben en er zou een handtekening op staan van een eigenaar of van een directeur, dan wordt die door ons onleesbaar gemaakt. Dus deze handtekening kan niet via de Kamer van Koophandel verkregen zijn. Stel dat je dit als ondernemer overkomt, wat zijn dan de dingen die je moet doen? Mijn advies zou zijn om de rekening niet te betalen, om aangifte te doen bij de politie en ook om aangifte te doen bij het fraudemeldpunt. Oké, dank u wel voor het beantwoorden van de vraag. Graag gedaan. De vraag is goed beantwoord, het is mij allemaal een heel stuk duidelijker geworden. Ik ben gerustgesteld en voor mij krijgen ze geen cent.